Achter kassa 1 zit Tim. Tim zit hier alleen om geld te verdienen en heeft ook vandaag echt geen zin in al die rotklanten. Daar heb je de eerste al. Cicadelappen. Cicade. Ja. Weet u zeker? Maar zit mij, omdat u vrij lelijke huid heeft, zit ik te kijken of dat wel goed is voor uw huid. Gaat u dat zelf eten? Ja. Oh, telefoon. Kan belangrijk zijn. Met Tim. Hey, luister zeker. Heel even. Nee. Wat zei je? Wat zei je, Mike? 1 seconde. Ja? Had je daar 24 van die blikjes? Dat, Oh ja, nee, dat had ik dus niet. Ik ben heel even aan het bellen. Ja. Nee, doorgaan met werken. Ik moet even doorgaan, want er staat hier iemand hysterisch te doen. 2 heb ik er nu gedaan. U had er 24? Ja. 3, 4, 6. En van dat harde werken krijg je dorst. Tim is niet echt klantvriendelijk. En als je dan als klant ook nog je groenten verkeerd afweegt, wordt Tim er niet gezelliger op. Mevrouw. Wat is dit? Prei. Ja. En wat staat er op het stickertje? Oh god. Broccoli. Verkeerde knop gedrukt. Sorry. Nou, gaan we opnieuw doen. En schiet een beetje op. Kan ik pennen? Dat staat er toch, of niet? Zo, dat gaat lekker vlot. Bon? Ja, graag. Ik moet toch vragen of je weer terug mag naar de vulploeg, hoor. Want je bent helemaal niet aardig. Mevrouw, gaat u zich alsjeblieft even niet met mijn werk bemoeien. Bon? Koekoek. Bon? We hebben ook nog van die boekjes. Maar ik denk niet dat dat echt voor uw leeftijd is. Want u zei ik ben 77. Ik heb nog heel wat kleinkinderen. Maar u weet waar die boekjes van zijn, toch? Of niet? Ja. Er staan dingen in die je kunt leren. Ja. Nee, maar ik heb recht op die boekjes. Als ik hier boodschappen doe, heb ik recht op boekjes. Alsjeblieft. Om weg te geven dan, neem ik aan, of niet? Hoezo? Moet ik niets meer leren dan? Nou ja, maar ja, je moet het ook, zeg maar, kunnen verwerken, toch? Ja, denkt u dat ik daar de capaciteit er niet voor heb? Is dat er eerder bij u wat uitstraling zegt niet alles, zeg ik altijd maar. Nee, van u of niet? Ik vind u veel te oud voor die boekjes. Jij begint toch met die discussie? U heeft ze toch? Ja, ik heb ze nou. Ik zal het even melden bij de baas. Doe dat. Ja. Kun je even naar die balie daar gaan? Ja, die balie daar. Ja. Ja. En doe hem de groeten. Ja. Dan ben je toch een raar ventje. Wat zit je nou raar te doen tegen mij? Met raar ventje, ja. Ik doe gewoon mijn werk. Dag. Dag.